Ja, we hebben Sony op de Fotokina en ik zit hier met Jelger. Hij is marketingmanager van Sony Benelux. Bedankt dat je even tijd kon maken om met ons te praten. Er is veel beweging in de markt. Andere merken die nu hebben aangekondigd, dus ook met full frame mirrorless te gaan werken. Hoe gaat Sony daarop reageren? Nou, het is een erkenning eigenlijk dat systeemcamera de toekomst is. Dus je ziet inderdaad Canon, Nikon, Panasonic allemaal nu full frame systeemcamera's introduceren. Sony is daar al jaren mee bezig. We hebben inmiddels 48 e-mount lenzen, native e-mount lenzen, opgebouwd voor ons systeem. Dus dat is gigantisch en versus de competitie ook natuurlijk, die nu met een paar lenzen introduceren. Dus ze zullen nog jaren nodig hebben om dat te kunnen opbouwen. Daarnaast, als je kijkt naar ons autofocus systeem, hebben wij features zoals eye autofocus, wat echt een revolutie in de markt is natuurlijk. En wat bij de competitie gewoon nog niet zo werkt als bij Sony. Waarbij je echt het oog continu kan trekken tijdens beweging en continu kan blijven schieten. Dus continuous shooting kan doen tijdens het autofocus, wat hartstikke mooi is. En sowieso het tracken van bewegende beelden is Sony ontzettend goed in, dus wat betreft de autofocus. Dus dat zijn de key features waarin Sony nog uitblinkt eigenlijk ten opzichte van competitie. En ze echt nog wat slagen moeten gaan doen voordat ze op het niveau zijn waar wij zijn. En waar we natuurlijk ook al meer dan 5 jaar mee bezig zijn. Ja, en vergeet ook niet de dual car shots. Ja, dat is natuurlijk ook de professionaliteit van de body. Ze is belangrijk en daarin dual car shots is een key feature. Ja. En als we nog even gaan kijken naar de modellen die we nu hebben. Gaan we nog een A7S III verwachten? Hoe zit het met de toekomst van de A9? Kun je er wat over zeggen? Nee, ik kan inderdaad helaas geen uitspraken doen over camera's die wij in de toekomst gaan introduceren. Je weet wel de innovatiesnelheid van Sony en de introductiesnelheid van nieuwe producten en nieuwe innovaties. Die is gigantisch, dus je kan ook de komende periode weer nieuwe producten van ons verwachten. Een spannende tijd die we tegemoet gaan. Betreffende de A9, die hebben we 1,5 jaar geleden geïntroduceerd, maar is nog steeds een state-of-the-art camera in de markt. A9 is nog steeds een revolutie in de markt en er is niemand in de markt die daar ook maar in de buurt komt bij die camera en de kwaliteit. Ja, je geeft er zelf al aan, 48 native lenzen. Je hebt heel veel mooie bodies. Hoe is het verder met de objectieven? Wat kunnen we verwachten? Lenzen zijn super belangrijk. We hebben op het moment 48 native lenzen voor iemand. En we 30 daarvan zijn voor full frame. Dus 30 full frame lenzen. We hebben zojuist nu 24mm 1.4 geïntroduceerd. Een prachtige lens. Als wij kijken naar de introductie van onze lenzen, kijken we altijd naar twee zaken. Nummer 1 is kwaliteit, beeldkwaliteit. Die is fenomenaal, ook van deze 24mm. Maar daarnaast kijken we ook of we de lens compacter en lichter kunnen maken. En dat is weer heel erg goed gelukt bij deze nu 24mm. Die significant lichter is dan de competitie. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Nou, wat we daarnaast hebben we een stukje roadmap afgegeven naar 2019. We zitten nu op 48 native lenzen, iemand. En we gaan maar liefst naar 60 lenzen. In 2019. Dus er komen weer een hoop mooie nieuwe lenzen komend jaar. Nou ja, je hoort het. Er is niet nu op dit moment iets nieuws. Maar ja, we kunnen heel veel verwachten. Nog steeds staan ze dus, wat ze zelf zeggen, echt aan de top. Veel objectieven en er komt nog veel meer aan. Dus Sony is nog niet klaar. Nou, dit was even ons verslag voor nu. Zover bij Sony op de Fotokina. Jelger, heel erg bedankt dat je echt die tijd kon vrijmaken met mij. Superleuk. Heel graag gedaan, Kevin. En ja, wij gaan natuurlijk ook weer verder. Blijf ons ook even volgen op bijvoorbeeld Instagram. Daar zijn we live op met stories. Blijf de hele dag op de hoogte. En wij gaan nu weer verder. De Kina op. We zitten nu bij Sigma op de Fotokina, een hele mooie locatie ook. En ik zit hier met Jan Willem. Hij is de General Manager bij Sigma Benelux. Ja, Jan Willem, hartstikke gaaf dat je erbij wilt zijn. Bedankt voor de tijd die je even vrijmaakt. Ja, laten we maar gewoon beginnen. Heel mooi glaswerk, is weer aangekondigd. Ja. Dit keer ook een beetje een andere kleur, bruin, de vier biertjes. Ja, bruin. Die bevielen heel goed. Maar ik heb slecht nieuws voor je. Want? Ze zijn op. Nou, ander glaswerk. Ja. We hebben dus de objectieven, nieuwe objectieven in elk segment. We hebben 1 contemporary, 2 art en 2 sports. Klopt. Ja. Nou, laten we beginnen gelijk bij de eerste. 56mm contemporary. Super klein, wat kun je erover zeggen? Wat je zegt, compact gebouwd. Stil autofocus motor. Dat
weegt ook maar iets van 280 gram. En dit is eigenlijk de derde in de lijn die we al hebben. Dat we hebben er twee, 16 mm 1.4, 30 1.4 en nu 56 1.4. Deze is ook voor de Sony E-mount en de Market Forces. Eigenlijk wordt het dan 85. Ja, met even de klop, ja. Het is eigenlijk sweet spot, wat betreft lensafstand, brandweerafstand. Ja, ja. Ja, dat is gewoon een hele fijne lens om te hebben. En we gaan ze misschien wel een serie van 3 aanbieden later, maar dan heb je in ieder geval een hele mooie range. Mooi hoor, want ja, heel eerlijk, ik heb net even deze getest. Ja. Nou, ik ben erg onder indruk hoor. Echt serieus. Het is een contemporary, maar het is eigenlijk art. De kwaliteit van art glas, zeg maar. Ja, dus die ervaring heb ik ook bij deze. Ja. Echt. Ja. Ja, over art gesproken, 2 nieuwe art objectieven. De 28 mm. Mooi. Ja. Vertel, waarom deze keuze? Het is een bekende brandweerafstand eigenlijk. We hadden hem voorheen in het assortiment. Het is nu een onderdeel van een assortiment prime objectief groothoek. Hè. Dus 14. Met 14 mm hebben we nu 1.8 en dan krijg je 20, 24, 28, ja. 35, mooi. 40, die komt zo. Dus ja, we hebben heel wat te kiezen bij ons. En kijk, was de vraag, die paar millimeter verschil, waarom is dat? Maar dat maakt in groothoek dus heel veel uit. Zeker, ja, op het einde niet, maar juist, maar in groothoek. Ja, ja. Ja. Dat is heel belangrijk om de diepslag. Goed gebouwd ook weer. Hè? Ja, heel degelijk. Voor de professional. Stof en spatwater dicht helemaal. Dus, Nou ja, en je zegt het 40, hè? Die hebben we ook. Ik heb hier. Ja. Dat is eigenlijk een hele nieuwe brandpuntsafstand, zou ik kunnen zeggen. Ja, inderdaad. En die is eigenlijk terugontwikkeld vanuit de Cine-assortiment. Okay. Daar is heel veel vaak naar 40 mm. En ons artglas wordt gebruikt in de Cine-lenzen, dus geeft dus al verder dan 8K eigenlijk, al onze artglasmateriaal. Dus dat is heel mooi. En dit is een vrij fors objectief. Een gek brandpuntafstand, zoals ik zei. Groot, lang. Ja, maar hij is gekozen voor een bepaald glasmateriaal, waardoor de vertekening dus ultra laag is. Hier krijg je een rafscherp beeld, geen vertekening nagenoeg. Dus dit is een heel bijzonder objectief. Ja, dan mag het ook wel. 1.4, geen vertekening, dat vraagt u niet. Ja, dat vraagt ook iets. En wat wel een leuk detail is om hier te laten zien, dus is de zoomlock. Op de zonderkant. Kijk, dat is mooi. Ja, dat gaat er niet af. Dat is belangrijk. Dus, ik maak het wel eens mee dat mensen laten vallen of kwijtraken. Nou, dit is een stukje extra zekerheid. Nou, ik krijg hier één van de sports aangereikt. Geen kleine jongen, maar voor het brandpunt wel. Eigenlijk. Als je kijkt naar, ook een houvast, het is 60 bij 600. 60 bij 600, dit is een hele 10 keer optisch. Ja. Oh man. En je zou denken eigenlijk, zoiets wordt heel zwaar. Als je het leest, komt, denk je, is er nog wel te gebruiken, maar... Nou, hij heeft 25 glaselementen, 19 groepen, dus dat is enorm. Maar dankzij het gebruik van verschillende materialen, noem het ook wel multimateriaal, een magnesium, dat zit hier in de statiefgolven bijvoorbeeld. Dus gebruik gemaakt van carbon fiber, reinforced plastic, dat is een nieuw materiaal. Dat is heel kostbaar materiaal overigens. Ja. En in de verder zijn zeg maar, dat ze lichte elementen ook gebruikt in de lens zelf. Zeg maar. Dus aluminium uiteraard. Dus echt gewoon over en licht. Ja, absoluut. Jeetje. Hij heeft ongeveer de lengte van de 105-600 sport. Dat is iets vergelijkbaar, maar hij is heel allround. Dus hij heeft zo'n 6 mm. Met een scherpste afstand van maar 60 centimeter. Dat is heel weinig, hè. Dat is heel kort af. Je ziet het inderdaad staan. Ja. En ik krijg er nog eentje aangeraakt. Ja, het houdt niet op. Het is fantastisch. Ik ga deze even aan de kant doen. Ik leg hem even neer. Want, kijk eens. Ja. Ja, dit is ook mooi. 70 na 200. Ja. Zo, 2.8 voelt goed. Ja, de lang verwacht, ik zou zeggen de lang verwachte 70-200. Ja. Komt is oneindelijk, hier zie je. En 9 FLD elementen. Diafragma, 9 bladen zeg maar. Voor een mooie rol. Mooie ronde. Maar oké. Ja, moet je meer van zeggen. Compact gebouwd. Knoppen. Je kunt dus de autofocuspunten, hij loopt te programmeren. Hè. Dat is ook nieuw. Heel gaaf. Gebruikt de sportserie, is ook weer stof en spatwaterdicht. Het volgende element is weer vuil en vet afstotend. Mooi hè. Statief klikken om de 90 graden klikt hij. Hè. Dus je hebt vastgezet op je statief. En, super. Ja. Ook weer te programmeren, dus eigenlijk helemaal af. Gaaf, en daarmee is hij een van de drie eigenlijk uit de serie voor de professionele fotograaf. 1424, 2470 en 70-200, allemaal 2.8. Ja. De 1424 heeft ook een ISA Award gewonnen. En we hebben nu ook een TIPA Award voor bijvoorbeeld de 2470. Wat is hier eerst terug? De awards. Ja. Wij zijn heel bescheiden met onze awards, moet ik zeggen. Dat, ook op verpakking zie je dat niet. Vanuit Japan is dat eigenlijk Kanzo, heel minimalistisch. En uiteindelijk is de gebruiker diegene die bepaalt of het goed is. Ja, en daar houdt het nog niet eens bij op. Want we hebben begrepen, een nieuwe samenwerking, L-Mount. Ja, een strategische alliantie. Dat is natuurlijk erg goed nieuws. Tussen Panasonic of Leica, Panasonic en Sigma. Ja. Het gebruik van de L-opvatting, L-Mount.
Ja, dat opent natuurlijk heel veel perspectieven voor alle bedrijven die erbij betrokken zijn. Iedereen is heel serieus bezig met kijken naar die mogelijkheden. En ja, straks heb je natuurlijk als gebruiker van een L-mount, ja, je kunt je glas op een andere camera zetten, je kunt je camera gebruiken met andere variaties. Ja, ja. Met adapters en dat, daar worden we natuurlijk heel blij van. Wanneer? En dat opent. Sigma heeft aangekondigd te komen met een Fovion fullframe camera. De aankondiging is ongeveer in mei 2019. Ja. Dus gaan we kijken. Groot nieuws ook trouwens. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Fullframe, ja. Fovion met L-mount. Dus dat betekent dat opent zoveel mogelijkheden. Daar zijn we heel, heel erg blij mee. Ja, je moet zien, kijk, Sigma is gewoon erg goed bezig. Mooie objectieven naast het bier. En natuurlijk ook gewoon de camera die eraan gekomen met nieuwe L-mount. Goede samenwerking met twee sterke merken. Dus ja, weet je, Jan-Willem, bedankt voor nu. Jullie bedankt. We hebben echt veel updates gekregen, veel informatie. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Nou, tot zover Sigma op de Fotokina. Nou, we zitten bij Tamron op de Fotokina. Ik zit hier met Rob van Keulen. Hij is productmanager bij Transcontinenta, de distributeur van Tamron. En ja, we gaan gewoon even kijken naar de nieuwe producten. Tamron heeft deze range objectief uitgebracht. In het kader van lichter, compacter, camera's worden compacter. Mensen willen toch hoge kwaliteit. We hebben natuurlijk altijd al de 70-200 gehad, 2.8, G2. Hoge kwaliteit, mooi. Sportfotografie, maar best wel groot en zwaar voor sommige mensen. En niet iedereen heeft dat nodig. 70-210 is heel mooi klein en compact. Je ziet hem hier met de extra statiefgondel, maar standaard wordt hij zonder geleverd. Dat is ook geen enkel probleem. Stabilisatie zorgt ervoor dat je ook zonder gondel perfecte foto's kunt maken. Bijzonder, klein, compact, hij is heel erg licht. Hetzelfde compactheid en vorm heeft Tamron voor hun voor het eerst een objectief gemaakt voor de Sony E-mount 28-75. Professioneel objectief, 2.8 vast over het hele zoombereik. Ja. Als je het vergelijkt met een Sony G-Master is dit heel mooi klein en compact. Mensen die veel in de natuur zijn, veel lopen, die waarderen dat. Ook heel dichtbij scherpstel, ik denk zelfs tot 19 centimeter. Dus ook hier weer... Bij het 75 mm? Nee, dat is 39 in de groothoekstand. Ja. Ja. Maar je kunt wel een bloemetje met het hele landschap erbij in de groothoekstand. Mooi, of mooi een horloge of iets dergelijks. Of bij een trouwerij de ringen. Dus je hoeft niet meerdere objectieven bij je te hebben. En dat maakt hem heel universeel. En de fotokwaliteit is dusdanig hoog dat hij eigenlijk non-stop uitverkocht is. Wordt heel goed geaccepteerd door alle merken. Ja, echt een mooi ding. Klein en compact. Ultra groothoek zooms hebben meestal gelijk. Ultra groothoek, ook ultra groot. Groot, zwaar. Ja. Bolle lenzen. Moet ook wel, want je hebt een hele grote hoek. Voor full frame. De 1530 van Tamron, allerlei awards gewonnen, topkwaliteit. Viel eigenlijk weinig aan te verbeteren, dachten wij. Toch hebben ze dat gedaan. En er is nu een G2 versie van die beroemde 1530 2.8. Voor full frame is het een ultra groothoek met een hoge beeldkwaliteit. Een paar dingetjes die ze nog konden verbeteren. Er zit natuurlijk een hele bolle lens op. Hier zit nu een AX coating op. Die zorgt voor een nog betere vermindering van flare, ghosting. Want okay. Je hebt natuurlijk al snel dat de zon onder een hoek erop komt. Dus. Daardoor blijft de beeldkwaliteit echt heel hoog. Zelfs bij tegenlicht, strijklicht. Wordt ook gebruikt voor astrofotografie. Omdat de contrast en de scherpte tot aan de randen heel hoog is. Ja. Hetzelfde als de andere G2 professionele objectieven. Heeft hij een dual processor. Eentje nu voor de scherpstelling en eentje voor de stabilisatie. Okay. Daardoor is de scherpstelling sneller, nauwkeuriger en de stabilisatie is nog sterker. Mooi. Dus je kunt binnen in een gebouw of avondopnames gewoon uit het handje fotograferen. Mooi. Een half seconde, werkt gewoon. Ja. Extra afdichtingen tegen vocht en dat soort dingen zitten erin. Misschien één nadeeltje voor sommige mensen weer, hetzelfde als met een 70-210. Het gewicht, het formaat. Ja. En daarom hebben ze heel mooi nieuw een 17-35 voor fullframe. Dit is niet vast 2.8, maar 2.8 naar 4. Dat verloopt langzaam. Mooi klein en compact. 460 gram, dus een beetje de helft van deze. 9 centimeter lang maar. Ja. Eventueel ook nog heel goed te gebruiken op een APS-C camera. Qua zoombereik werkt dat ook perfect. Zeker, ja. Ook deze is weersbestendig. Ook een goede coating dat vuil en vocht afwerend is.
ja, gunstig in prijs. En dit zal voor heel veel mensen die kennis willen maken met ultragroothoeken. Ja. En ja, die denken misschien, ik heb nu nog een APS-C, maar over een halfjaartje ga ik naar fullframe. Kun je hier heel mooi mee instappen. Ja. En alleen als het echt je passie wordt of je beroep, kan ik me voorstellen dat je zegt, dan ga ik naar deze over. Nou, en ook wat je zegt, dat is echt een enorm verschil. Ja. Als je ze zo ziet. Ja, dit is 1150 enorm. En dit is 460 gram. Dus dat scheelt ontzettend. En qua fotokwaliteit is dit gewoon heel mooi. Dus één dingetje om zo klein en compact te krijgen, zit hier geen stabilisatiesysteem in. Ja, dat was te verwachten gezien het formaat ook. Ja, ja, het gewicht inderdaad. Joh. Ja. Nou, zoals je ziet, Tamron heeft weer hele mooie objectieven, interessante brandpunten en lekker compact. Ja, Rob, heel erg bedankt dat je ons te woord wilde staan, uitleg wilde geven. Oh ja, en trouwens een mooie tip. Wil je dit zelf gaan testen? Ga naar probeerservice.nl. 14 dagen, verzekerd, gewoon uitproberen. En het mooie is ook nog, ga je hem daarna kopen, krijg je gewoon het gehuurde bedrag terug. Nou, tot zover ons dagverslag Fotokina dag 2. Wil je op de hoogte blijven de hele dag door? Volg ons dan op Instagram. We gaan zelfs live met stories. Voor nu is dit even het einde. Tot de volgende video.